Ja, ben ik al 40. Prachtige leeftijd. Natuurlijk een moment om even bij stil te staan. En ja, ook mij is gevraagd om iets te vertellen over Jaap Hoveling. Nou, als de voetballer Jaap Hoveling, die kennen we natuurlijk wel. C1, B1. Later nog bij het eerste een tijdje meegemaakt. Prachtig, goede voetballer. Ontzettend fanatieke jongen. Waar ik jou nog het meeste heb leren kennen is tijdens de periode dat je bij mij stage liep. Toen nog de Molenbeltschool, later de Windroos. Toen liep je stage vanwege je opleiding aan het CIOS in Arnhem. Vierde jaar, dat was eindstage. Nou, ik vond het fantastisch hoe jij met kinderen kon omgaan. Onvoorbereid gaf je geweldige lessen. Je had de kinderen echt aan je knieën hangen. Prachtig mooi. Je moest ook een verslag maken. Ja, dat verslag heb ik nagekeken in die tijd van, nou, is dat wel voldoende om mee af te studeren? Het barsten van de fouten, niet alleen schrijffouten, maar ook constructiefouten. Er stonden dingen in waarvan ik dacht, ik heb ze nooit gezien. Maar eigenlijk best een goed werkstuk, maar met nog wel wat kleine dingen waarvan ik dacht, dat kan beter. In dat gesprek heb jij jouw werkstuk perfect verdedigd. Je hebt laten zien wat je gedaan hebt. Ze hingen aan je lippen. Je kon het fantastisch verwoorden hoe jij die lessen gaf. Hoe jij de kinderen beter kon maken. Hoe jij ze kon enthousiasmeren. Nou, geweldig. Ik dacht nou, dat wordt misschien net een voldoende. Maar ik kreeg een vette 8. Had je ook dik verdiend. Uiteindelijk heb je niks met je diploma gedaan. Je bent later heel wat anders gaan doen. Ik denk dat er in jou een fantastische gymnastiekleraar of sportleraar verloren is gegaan. Misschien in de toekomst dat je nog eens gaat doen. Maar Jaap, fijne verjaardag. We zien elkaar vast terug en... Houdoe. Groetjes.